New York City heeft nu een mandaat. Je moet een vaccinatie hebben, anders mag je niet binnen bij restaurants, bij gyms en bij theaters, musea en ga zo maar door. Die eigenaren moeten dus de identiteitspapieren vragen en het bewijs van vaccinatie. En dit is heel apart, omdat dezelfde mensen die dit hebben geïmplementeerd ook eerst zeiden dat identiteitsbewijsvraag racistisch is. Een groot gedeelte van New York City is nog niet gevaccineerd. Bijvoorbeeld de zwarte bevolking, nog maar iets van 1/3 is gevaccineerd. Dus die mensen mogen allemaal niet meer binnen. Ondertussen gaan veel restaurants er wel in mee. Die hebben al bordjes hangen voor hun etablissement van je moet het laten zien. Maar veel Amerikanen vinden dit een inbreuk op hun privacy. Verder hebben we ook een nieuwe governor die governor Cuomo gaat vervangen. Eerste vrouwelijke governor. En het is nu de vraag hoe zij ermee omgaat. Zij heeft al aangegeven dat de mask mandate in New York scholen door moeten gaan. Dus kinderen moeten een masker op. Ook in ziekenhuizen, scholen, andere plekken in New York en ook over heel Amerika worden bepaalde vaccinatiemandaten ingesteld. Nu, Pfizer is goedgekeurd door de FDA. Het zijn vooral de leiders die meer links georiënteerd zijn die deze verstrekkende maatregelen implementeren, die vaak niet eens wetenschappelijk onderbouwd zijn. En het was best wel rustig eigenlijk de hele winter in New York. Ik zei juist dat het in Nederland veel erger was qua maatregelen. Maar ineens is het dus een stapje verder, best wel autoritair. Maar er gebeurt van alles hier in New York City.